Yo, kijkers van de Dungeons, welkom bij episode 8 van Jij Vraagt, Ik Bouw. We zijn ergens anders dan jullie hadden verwacht. Misschien herkennen jullie het nog wel van de eerste twee episodes. We zijn namelijk in een andere wereld, namelijk het vissershuiswereldding. Ja, dat heeft een bepaalde redenen. Heel veel mensen zeiden in de comments van, ga niet te lang op één ding focussen, doe even ondertussen een ander iets. Dat gaan we nu dus ook doen. Dus de boot wordt heus wel een keer afgemaakt. Wees daar niet bang voor, dat komt allemaal goed. Alleen, ja, ik wil ook een keer iets anders tussendoor doen dan heette de boot. Want de volgende episode worden de zeilen van de boten. Van de, wat? Van de boten? Boot, niet boten. Ja. Ja, dat wordt ook wel interessant. Maar ik wil gewoon een keer iets anders tussendoor doen dus. Bij deze. Wat we vandaag gaan maken is een soort van havenkraan. Dus een soort van kraan langs het water. Die dan bijvoorbeeld dozen op boten kan laten tillen. En dingen eraf kan halen zoals vis en zo. Maar ja. Daar gaan we dus vandaag mee beginnen. Ik had trouwens een vraag gekregen in de comment. Uit welke tijdstip komt jouw schip? Nou, die komt dus uit 1700. 17e eeuw schip is het. En ja, dat hangt bij deze je antwoord op de vraag. Of wat? Ik kan echt geen Nederlands. Je vraag beantwoord. En ik ben nu een beetje de base aan het maken. Want hij moet natuurlijk wel stevig staan in het water. Dus gaan we hier een soort van pilaren maken. En dat doen we dan rond het hele gebouw. Dat zijn, laat maar zeggen, van die verstevigingsstukken. Waardoor die minder gauw omvalt, laat maar zeggen. We maken het een mooi vierkantje. En hier komt de kraan op te staan. Zo. Misschien nog eentje hoger. En zo. Ja. Nou, dan gaan we hier nog een beetje detail in brengen. Het wordt trouwens... Of wat? Het is nacht. Dus ik ga het eventjes naar de dag zetten. Dus tot zo. En zo. Ja. Nou, we gaan nu met het frame beginnen van de kraan. De kraan wordt niet heel dik en hij wordt ook niet heel hoog, aangezien dit geen hele grote haven is. Dus we gaan ongeveer zo hoog brengen, denk ik. En dan gaan we iets verder naar binnen toe. Ongeveer zo, denk ik. Dan doen we hier allemaal precies hetzelfde bij elke pilaar. En ik denk dat we na dit en het schip een soort van kasteel gaan maken. Dus elke keer doe ik een soort van kleine projectjes tussendoor. Dus in dit geval het kleine project de hijskraan. Groot project het schip. En als dat grote schip af is, kan ik er weer een ander groot project naast doen. Want ik ga niet allemaal grote dingen tegelijk doen. Ik wil eerst een paar dingen afmaken. Maar dit is dus de eerste keer dat ik even iets gauw tussendoor doe. Want ik vond wel dat het interessant was. En mensen vroegen er ook om. Dus ja, waarom niet? Ik ben hier een paar verbindingsstukken aan het maken. Dat ga ik hier ook doen. Zo. Die houdt, laat maar zeggen, stevig. Er komen nog veel meer verbindingsstukken. Maar dit zijn de grote stukken van echt houten stronken. Ik doe hier een paar slabs op, zodat dat het contrast verbreekt. En dan gaan we hierboven gaan we nog een keer verder bouwen. Doen we er eentje naar binnen, waardoor die 3x3 wordt. En je ziet dat het allemaal oneven is. Als je onder begint bij 5, eindig je als het goed is boven altijd met een oneindig getal. Tenzij je een ander gebouw ding maakt, maar bij mij werkt het altijd. En waarom je dat nou wilt doen? Anders krijg je twee dingen ertussen. Twee blokken gaten ding. Kijk, ik zal laten zien wat ik bedoel. Zo, dan krijg je dus zo'n gat. En daar kun je niks mee doen. Kun je alleen maar oneven vormen doen. En dat is gewoon lelijk. Want als je het dan weer 3 doet, dan wordt het weer te dik, zoals hier. En als je hiermee boven eindigt, dan lijkt het niet op een hijskraan, vind ik. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik altijd oneven bouw. We gaan hier het stuk van de arm maken van de hijskraan. Daar pak ik een ander stuk hout voor, zodat het een ander kleurtje is. En ik ben even aan het kijken hoe ver dat ding moet, zo. Denk ik. Ja, dat is wel een goede lengte. Dus doen we dat hierachter. Komt ook het contragewicht. Dat is het tegengewicht, zodat hij niet omvalt.
komt hier aan. Ja, het ziet er wel vet uit, toch? Nou, dan gaan we hier het ontwerp iets aanpassen. Nou, dat gaan we verstevigen met steen. Dat doe ik met stairs en zo. De balk moet even iets anders eruit komen te zien met hout, zo. Dat doe ik met verschillende kleuren hout. Dan spruce, dan ook dat spruce en dan weer ook. En zo verder. Hieronder moet trouwens nog wat. Zo. Ja. Nou. Dat, de balk komt er zo uit te zien. Dan gaan we nu verder met het framework. Ik pak hout. Van alle kleurtjes. Of ja, alleen ook en spruce. Maar. Dan gaan we hier even kijken. Die nog. En die. Zo. Nou. Ik denk dat ik dit gewoon met spruce ga doen. En dan hier tussenin. Een soort van versteviging aanbrengen. Die hem elke keer anders eruit ziet. Zodat je een beetje afwisseling krijgt. Misschien hier een ster of zo. Nou, hierboven doe ik gewoon lekker stairs. Zo. Het begint er al beter uit te zien. Alleen ik vind dat dit. Want dit heb ik heel vaak in torens en zo. Maar dat vind ik lelijk. Als er twee van die pilaren naast elkaar zijn, lijkt het zo dik vanuit zo'n hoek. Zie je dat? Dus daarom doe ik altijd. Even kijken. Pak ik steen. En fences. En dan ga ik er zoiets tussen bouwen. Waardoor het, laat maar zeggen, gewoon verstevigd lijkt. Of door pinnen of iets. Je moet nou, zoals ik al zei, een beetje fantasie hebben in je gebouwen. Anders, ja, anders lijkt het te realistisch. Maar je moet het ook weer niet te fantasieachtig maken. Want dan ga je niet van het ontwerp uit. Nou, zoals je ziet. Dat verbreekt, laten we zeggen, het ene grotere donkere kleur. Dus ja, ik vond het wel een mooie oplossing. Dan ga ik hier verder met de stairs. Dit wordt een klein dicht gedeelte. Of ja, half dicht. Hier komt nog een ster bovenop. Op de kop. Zo zie je al dat het een beetje dichter eruit gaat zien. Maar nog wel open is, want het wordt geen dicht gebouw. Het is namelijk wel nog steeds een hijskraan. Nou, hierboven bouw ik slabs. Hier ga ik met spruce werken. Ik kan ook een beetje steen erin doen trouwens. Dat doe ik hieronder wel, want dan lijkt het steviger. En dan hier misschien een paar vensters en dit gewoon open laten. Of nee. Zo. Nee, toch maar een andere kleur. Zo. Nou, dit ga ik ook even gelijk aan de andere kant doen. Kijken, ster, op de kop, slab, slab, en fences. Nou, dan doen we hier weer precies hetzelfde. Ster, op de kop, slab, slab, fences, eentje hoger, en stairs. En nogmaals, even gauw herhalen, hier, en slabs. En slaps. Nou, dan is dat stuk ook gevuld. Nu gaan we hier naar onder. Aangezien hier een soort van gat onder zit, wil ik het wel even dicht maken. Want je moet het wel een beetje in kunnen lopen. Nou, even kijken op mijn timer hoe lang we al bezig zijn. Ondertussen. Nou, hierboven hebben we nog een soort van ding. Dus ik denk dat ik hier een ander kleurtje in gaan gebruiken die we nog niet hebben gebruikt. Dat is in dit geval birch. Zo. En dan gaan we hieronder een slab, denk ik. Lijkt me wel mooi. En dan gaan we overal herhalen. Het is namelijk wel gewoon een vierkant slash ronde toren. Aan alle kanten hetzelfde. Hier kunnen we fences in doen, waardoor het een beetje op een echte constructie lijkt. Oh, moet ik hem iets lopen natuurlijk. Ja, zo. Ik pak nou altijd nog trapdoors. Die kun je altijd op de hoekjes maken, waardoor het
een soort van versteviging lijkt die het hout bij elkaar drukt. Nou, dan gaan we hier naar boven. Hier kan dat ook nog, want hier zitten de dwarsbalken, laat maar zeggen. En je kan het ook zo doen, alleen dat vond ik lelijk, want dat steekt dan weer te ver uit aangezien het ontwerp heel dun is. Dus dat doen we hier ook even gauw. Nou, dan gaan we nu de touwen pakken. Die. Even kijken. Waar is dat ding? Hier. En steen. Hier. Nou. Hier komt, laat maar zeggen, een soort van touw langs oplopen. Waardoor het ding wat vast zit aan de touw, dat er overheen kan schuiven. Dus kan die naar voren en naar achter en zo verder. Dus doen we hier ook even gauw een touwtje naar onder. Even kijken. Kan hier niet zo'n ding? Nee, die kan hier wel. Fence. Hier cobblestone. Aangezien fences gewoon aan cobblestone muren vast gaan zitten, ziet dat er wel mooi uit. Dan lijkt het of dat ding het rolsysteem is. Dus gaan we hier het touw recht naar onder brengen. Zo. Dan kunnen we daar aan bijvoorbeeld een soort van kist doen. Die hij vast heeft. Maak een soort van klauw. Of nee, we doen wel een soort van een balk. Laten we een balk doen. Birchwood. Is mooi wit, gebruiken we niet veel. 5 lang. En trapdoors. Zo. Lijkt net of hij het vast heeft. En dan hebben we dat gedeelte. Dan moet hier nog het contragewicht. Die komt hier. Die gaan we maken van verschillende soorten steen. Niet van ijzer, dat vind ik niet mooi. Steen heeft toch wel iets meer zwaardere uitstraling, vind ik. Nou, die komt hier aan. Even een random vorm maken. Dit is misschien iets te groot. Zo. Iets te hoog. Nou, dan gaan we het nu mooi rot maken. Toen komen we met de stairs. En we gaan kijken hoe dat uit gaat pakken. Misschien hier nog een soort van als verbinding een trapdoor doen. Zo. Kan het touw kan hier nog een soort van doorlopen. Nou. En dat was de hijskraan al, jongens. Gaat heel snel. Deze kan misschien nog eentje langer. Is het mooie. Nou, een hijskraan. Het wordt gauw donker, maar dat maakt niet uit. Je ziet het toch nog. Misschien kunnen we nog een paar toortjes op doen, maar dat, ja, dat hoeft niet. Nou, hier hebben we een hijskraan. Ik maak even gauw dag. Time. Set, nil. Zo. Nou, hier heb je hem. Dus, vond je dit nou leuk? Laat een like achter. Comment wat je de volgende keer als klein projectje tussendoor zou willen zien. En misschien als groot project dat ik me van gedachten verander, geen kasteel ga maken, maar iets anders wat jullie achterlaten. Laat een like als je het leuk vond. Ik weet niet of ik dat al gezegd had. Maar oké. Okay. Subscribe nog even op de Dutch Terms van Vincent. En dan zie ik jullie in de volgende episode. Ciao.